welkom bij mijn zaterdagstukje van zaterdag 3 juli 2021. Dit stukje heet Weinig om het lijf, deel 1. Bedden op de schaamte. Ik kreeg van mijn oma jaren geleden een schrijfboekje van de Trouw. Een overzicht van wat schrijven voor krantenpublicatie inhoudt, met de detaillering van verschillende rollen in een krant, blad of wat dan ook. Ik heb het af en toe vluchtig doorgebladerd, vooral omdat het lichtelijk gedateerd is. Net als alle andere dingen kan ik antwoorden op mijn vragen vinden op het World Wide Web. Een van de tips die ik onthouden heb, is dat jij, oftewel ik, als schrijver je niet moet schamen voor wat je schrijft. Jij bent degene die schrijft en de mening van anderen doet er in wezen niet toe. Vinden ze het mooi, leuk of inspirerend, dan is dat mooi meegenomen. Maar mocht de geschreven ze niet bevallen, dan is er ook geen man overboord. Ik heb geprobeerd dit toe te passen op de rest van mijn leven. Ik ben dik. Nou één. Mijn kleding is slobberig en niet up-to-date. Nou één. Mijn haar lijkt op een ontplofvogelnestje. Nou één. Maar jezelf nergens van aantrekken en tegelijkertijd een beetje sociaal zijn, dat is toch lastig te noemen. Die doorbraak heb ik geprobeerd te maken met de filmen voor de radio. Op het werk ben ik al lang de schaamte voorbij. De werkvloer bestaat eigenlijk vooral uit mannen en jongens onder de 50. En zo gaat er bij gespreksonderwerpen meer vlees over de toonbank dan bij een gemiddelde slagerij. Met als doel de andere persoon schaamte aan te jagen. En op jacht naar die schaamte gaat het niveau van het gesprek steeds lager. En ik durf mij de ongekroonde koning van het laagste niveau te noemen. Kortom, schaamte is rekkelijk een te vergeven begrip. Maar er zijn plekken waar zelfs ik mijn bedenkingen bij heb. Een kleine zesje terug beleefde ik mijn tweede puberteit en verzon ik vieze liedjes. Een van die liedjes ging over een man die naar een haagstad ging en daar een erectie kreeg. De rest van het lied liet weinig ruimte voor fantasie over wat zijn verdere plannen waren. Later heb ik een aantal regels gebruikt voor gedichten over, u raadt het, het naagstad. Nu was een naagstad en een naagcamping voor mij onverkende begrippen. Alles zit natuurlijk in de naam. Dit in tegenstelling tot mijn broertje, die samen met zijn verloofde een vaste stek hebben op een naakcamping. Hoewel ze mij meerdere malen uitnodigden, hield ik steeds de boot af om er naartoe te gaan. Het was toch een beetje een brug te ver. Vorig jaar was ik wel met ze naar de zaal geweest, maar dat is toch anders. Al is het voor de ervaring wel aan te raden, hoor, dat kan ik zeggen. Maar een paar weken geleden had ik mijn broertje aan de telefoon en nodigde hij mij uit. En tot mijn eigen zek zei ik ja. Nu had hij het op een manier gebracht waarop ik niet kon weigeren. An offer you can't refuse. Volgens hem zou het goed weer worden en zou het leuk zijn om in het weekend langs te komen. Pas nadat ik had opgehangen, was ik bij mij bewust van wat ik had toegezegd. Ik overwoog om af te bellen, te veinzen dat ik een ziekte had. Aan de andere kant had ik al toegezegd. Een man, een man. Een woord, een woord. Afzeggen om een lullige, en dat doet ik eigenlijk letterlijk, reden, was mij eer te na. Het meest eerbare en logische was mij voorbereiden op een camping die letterlijk weinig om het lijf heeft. En ik moest er ook weinig om, en ik moest er ook weinig om het lijf hebben. Ik kon één getroostende ondersteuning vinden in het feit dat ik niet de enige zou zijn die bloot was. En ik zou ook niet de enige zijn met een corpulent opgezet lichaam waar al haar flubbert, blubbert en uitsteekt aan verschillende kanten. Maar één van de dingen waar ik mij het meeste zorgen over maakte was juist het feit dat de rest ook naakt was. Ik ben namelijk naaktheid wel gewend uit Playboy en porno. Dus wat als mijn lichaam zo zou reageren op die mensen die daar al liepen? De dag voor ik zou gaan probeer ik mijn hersenen te dwingen om de koppeling naaktheid is seks ongedaan te maken.
een vrijwel onmogelijke taak. In de welbekende, door sommigen vergruisde film Titanic presenteert Kate Winslet haar niet oninteressante rondingen aan Leonardo DiCaprio, die daarop aanvraagt om op een bed te gaan liggen. Een spreekfout van de acteur die duidelijk dacht aan seks. Hij herstelt zijn vrouw meteen en zegt bank, wat hij eigenlijk bedoelde. Maar als bij hem de koppeling op zo'n moment voor de camera's al in werking treedt, wat valt er dan van mij te verwachten? Een beetje gespannen stapte ik dus zaterdag in de auto met voor de vorm een weekendtas gevuld met enkel handdoeken. Zoals mijn liedje en gedicht aanhalen, want na zo'n blote plek hoeft alleen een handdoek mee. Ik stelde mijn navigatiesysteem in, zette een podcast aan en begon aan de redelijk lange trip van Altena naar de Flevopolder. Halverwege de trip werd ik gebeld door mijn moeder om te vragen of ik inmiddels was aangekomen en zo nee, waar ik dan wel was. Nou, hoe zei ze, hoef ze in elk geval niet uit te kleren. Het is 21 graden en onder de 24 hoeft het niet. Al die stress voor niets. Of toch wel? Wordt vervolgd. Volgende week. Hou je veilig. En ga doen. Oh man, how I cry. Boy, what a joker. What a funny guy. Hallo en welkom bij mijn zaterdagstukje van zaterdag. Het is vandaag de eerste. Toch? Hey Google, welke datum is het? Het is donderdag 1 juli 2021. 2, 3. Doen we opnieuw. 3 juli.